Dames en heren, welkom bij de Dutch Fight Podcast, episode 34. Klets op je beeldscherm. What's up, what's up? Ik ben je host Splinter Jackson. Ik ben je host JD en we hebben weer een lekkere episode voor jullie. Ja man, we hebben afgelopen weekend waren we online op Instagram bezig en ineens worden we getagd en allemaal berichtjes en dat soort dingen. En de twee featherweights die 30 mei hebben gevochten bij World Fighting League MMA 5, Stefano Catacoli en Senol Yassici, die waren heen en weer aan het gaan over dat ze tegen elkaar wilden vechten voor de World Fighting League MMA featherweight title. Dus wij hebben ze direct gebeld en dachten van, laten we eventjes direct met jullie praten. Misschien willen jullie ook even zelf met elkaar praten. En dan kunnen we even kijken, wat de publiek jullie van dit gevecht vinden. Maar voordat we jullie het gevecht gaan laten zien, we hebben het hier ook al over gehad op de rundown. Kan je hierboven in de link, kan je klikken om dat zelf te beluisteren. Maar we zullen het even kort hier nog een keer even bespreken. Wat vind jij, zou jij vinden van die matchup? Ja, het is gewoon eigenlijk de match-up to make, weet je. Ze hebben alle twee een aantal keer gevochten bij WFL. Dus alle twee winsten bij WFL. We weten van dat ze alle twee komen om te knokken, weet je. En ze hebben net alle twee gewonnen. Dus waarom niet? Er is volgens mij niemand anders op het rooster die in de buurt komt, zeg maar. Of in ieder geval niemand met twee winsten in ieder geval. Dus... ja. Ik denk ook dat als deze twee jongens tegenover elkaar staan, dat het wel een dikke partij zal zijn. Ja, zeer zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat dit gewoon een knaller kan worden. Ik wil niet te veel gaan verklappen, dus weet je wat, laten we gewoon naar de interviews toe gaan. We gaan in één keer gaan ze voor je achter elkaar door. Dus check out eerst Senol Yassici en daarna direct erachteraan Stefano Catacoli. Nou, dames en heren, we zijn hier met Senol Yassici. Hij vocht laatst op 30 mei bij WFL MMA 5 tegen Freek van Iersel. Welkom terug op de podcast, man. Hoe gaat het ermee? Ja, gaat lekker, man. Gaat het gangetje. Is nu volgens mij een weekje voorbij. Ja. Maar we zijn nu alweer bezig met de volgende partijen. Dus dat is ook waar ik op had gehoopt. Ja. Dus het is lekker weer snel aan de bak, man. Ja, dat is super chill. Je vertelde net ook dat je eigen plek nu hebt gecreëerd om lekker te kunnen trainen. Ja man, ik ben nu ook iets voor de wedstrijd was ik begonnen. Ik had de eigen ruimte gehuurd, zeg maar, om zelf te trainen. Maar ook om les te geven, personal training, groepslessen, et cetera. Ja. Dus dat is ook mooi om erbij te hebben, weet je wel. Daar ben ik afhankelijk van sportscholen, van de regels met corona maatregelen, weet je wel. Ja, dan kan ik je gewoon 24-7 bewijzen van gaan trainen en nog meer voorbereiden op de wedstrijden. Ja, dus dat man. Het is in ieder geval goed om te zien dat je dus helemaal recovered bent. Je praat al over volgende partijen. Natuurlijk door corona en afzeggingen, die dingen waar we het al zo vaak met jou over hebben gehad. Hoe was het om gewoon eindelijk weer te kunnen vechten? Heel apart eigenlijk, man. Ik heb zo lange tijd niks kunnen doen. En de corona-gedoe allemaal was best wel vaag. Weet je wel. Ene keer zit je erin, andere keer zit je er weer niet in. Eén voet zit je erin, weet je wel. Soms zit je er helemaal niet in. Het was een hele moeilijke periode eigenlijk. Terwijl daarvoor, toen mijn eerste pro-wedstrijd, het is al anderhalf jaar geleden, weet je wel, toen tegen Jelle. Ja. En toen had ik een heel andere modus eigenlijk. Van, weet je wel, 24-7 trainen, non-stop, alleen maar denken aan wedstrijden. En dat was ook net eind 2019. En toen had ik ook veel wedstrijden gepland achter elkaar, weet je wel. In december zou ik vechten in Polen. In januari zou ik in Düsseldorf vechten. We Love MMA. Februari, maart, april. Was allemaal vol gepland. Ja. En... drie daarvan of vier daarvan hadden de tegenstanders ook afgezegd. Eentje had op de dag van de wedstrijd afgezegd. Was echt een klote periode. En daarna in maart had ik weer twee partijen ingepland. En die gingen dan vanwege corona niet door. Ja. Dus ik was wel echt telkens in die mode. En op een gegeven moment, alles was top, weet je wel. Gyms waren gesloten.
wedstrijden kwamen niet meer. Dus dan ga je vanzelf al met jouw mind, ben je daar niet meer. En ik was, mijn mind was bij andere dingen eigenlijk. Want ja, je focus, je bent niet meer 24/7 bezig met, daarmee. Dus dat was even wennen. En op een gegeven moment ga je niet meer daaraan denken. En toen, in oktober, afgelopen jaar, oktober, had ik dus weer gevochten. Ja. Maar ik zat helemaal niet in. Ja, ik zat helemaal niet in die, in die mood, weet je wel, met mijn mind. Ik had geen tunnelvisie meer, zoals dat ik daarvoor had. Mm. En ja, bij die partij kun je wel zien hoe ik vocht. Dat is niet, is verre van hoe ik normaal ben, weet je. Dus dat was een beetje, is ook mijn eigen schuld geweest. Want ik kreeg die partij, 1 week van tevoren kreeg ik hem aangeboden. Mm. Want toen was ik helemaal niet aan het trainen. Ik heb het hele jaar eigenlijk niet geworsteld. Niet gegrappeld, et cetera. Maar omdat ik toch zo hongerig alsnog was, zei ik van, weet je wel, doe maar gewoon. Ja. En ja, na 10 seconden in de wedstrijd was mijn conditie, al helemaal kapot. Dus, iets wat ik nooit heb. Dus ja. Toen voelde ik me al van, wow, dit is echt, dit gaat niet goed komen, weet je wel. Want ik heb me nog nooit zo eerder gevoeld in de wedstrijd. Mm-hmm. Maar hoe, ja. Want je geeft dus aan van ja, je hoofd zat er dus niet echt bij. Dan verlies je ook nog zo'n partij. Wat is die switch dan geweest dat je toch wel weer terug je mind in die game hebt kunnen krijgen? Ja, ja, ik heb heel vaak verschillende gevoelens, weet je wel. Dat kun je als vechter wel ervaren. Dus aan de ene kant wil je het wel, ene keer wil je het wel, andere keer niet. Ene moment van de dag ben je heel gretig. Een ander moment van de dag denk je van, weet je, ik heb het ook heel vaak, weet je, UFC-vechten, Saint-Pierre en zo, horen vertellen van, ene keer denk je van, ik wil iemand wurgen, weet je wel. En op dezelfde avond denk je van, waar ben ik mee bezig? En dat had ik dus heel erg, puur omdat ik ook niet meer in die mode zat, weet je wel. Ik was gewoon in een heel vreedzame mode. Gewoon. Ik was weer een normale persoon geworden eigenlijk, om het zo te vertellen. Dus ja, en dan is het heel moeilijk om weer die switch te maken. Vooral tijdens die wedstrijd en na die wedstrijd dacht ik dus ook weer van, kreeg ik die kriebels uiteindelijk toch wel weer. En ja, tijdens bepaalde trainingen, als je dan alsnog heel goed traint, denk je van, dit is toch wel waar ik thuis hoor. En ja, toen alles weer begon, dacht ik van, ja, ik ga er gewoon weer tegenaan. Je hebt op het punt gestaan om te zeggen van luister, weet je wat, zoek het maar uit met al die partijen. Ik doe nou mijn eigen ding. En, precies wat je net zegt. Ik vind het gewoon, hè, de ene dag wel en de andere dag van nee. Is het ook ergens zo dichtbij gekomen dat je denkt van ja, weet je wat, stop ermee gewoon. Ja, dat gevoel heb je altijd, man, om eerlijk te zeggen. Toen ik naar Canada ging bij TriStar trainen, de eerste avond had ik daar ook het gevoel van wat doe ik hier, weet je. Maar dat is normaal, dat heeft elk persoon van die gemixte gevoelens. Maar degene die juist daar overeen komen, die zijn degene die dan succesvol worden, weet je wel, die dan ver komen. Het is gewoon een kwestie van doorgaan, vind ik. Ja, het is ook gewoon zo, maar als je op een gegeven moment afhaakt, als je luistert naar je eigen gedachten, want ik had dat zo vaak, dat ik dacht van, weet je, stop er maar mee, of weet je wel. Ja, precies. Maar zelf hield ik me wel weer terug. En ik heb ook mensen om me heen, mijn trainers, mijn trainingspartners, die dan alsnog wel, en ik zelf natuurlijk, want tijdens die trainingen dan merk je alsnog wel van, oké, er zit nog wel wat in. En net met de wedstrijd ook, bijvoorbeeld de afgelopen wedstrijd, dat was niet de beste performance, maar met wat ik had, zeg maar, met de blessures, et cetera, en de voorbereiding erbij, was het alsnog wel, op dit niveau was het wel oké. Maar weten wat ik in me heb, dat is alsnog wel de drive wat mij laat gaan, wat mij door laat gaan, om alsnog wel te kunnen laten zien wat er nog allemaal, wat er allemaal nog in zit. Dat is nog zoveel. Ja, nee, maar dat is precies inderdaad wat je net ook al zegt. Ik bedoel, de ene dag wel en de andere dag niet. Nou heb je eindelijk weer, je hebt je eigen plek, dus je kan trainen. Dus wat dat betreft, dat houdt je motivatie natuurlijk hoog. Ja. Dus na al die aanpassingen, je komt weer terecht bij WVA-MMA. Derde partij daar, geloof ik. Yes. Wist je al iets over Freek van de eerste voor die partij? Ja. Ik kwam er natuurlijk hiervoor uit. Kwam ik ook voor Tatsujin Goor uit. En ze hebben meerdere gyms hebben ze door het land. Hebben ze in Deventer en Nijmegen. En hij is dan van Nijmegen. Mm-hmm. En die Fawad, die teamgenoot van hem,
Die is ook uit Nijmegen. En ik stond eigenlijk tegen die Stefano gematcht. En uit het niets hadden ze... Want ze zeiden eerst van wat het toernooi, wat het achtmans toernooi. En weet je wel, ik wist ook niet meer wat er allemaal aan de hand was. En toen zeiden ze van, ja, je moet tegen Freek of Fawad. Maar tegen Fawad had ik al gevochten een aantal jaar geleden. Had ik hem in de eerste ronde had ik hem gefinished. Dus dat zei me niks eigenlijk. Dus toen zei ik van, ja, dan doe maar tegen Freek als die andere twee toch niet... Want zij zijn teamgenoten, die gaan ze niet tegenover elkaar matchen. Want het was een toernooivorm in het begin. Dus dan zouden ze mij tegen, Freek en Fawad tegen die andere gast. Mm. En de winnaar zou dan tegen elkaar in het toernooi komen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat was de bedoeling. Dat was eigenlijk de bedoeling, maar toen werd het weer veranderd. Dus, maar Freek ken ik dus daarvan. We hadden af en toe wel samen getraind. Dus ik wist wel een beetje wat voor een vechter hij was, weet je wel. Wat voor een jongen het is. Het is gewoon een chille gast, een goede jongen. Niet daarvan, maar ja. Op een gegeven moment stonden we tegenover elkaar, ja. Dan ex-teamgenoot, weet je wel. Ja, teamgenoot, hij sportte gewoon onder dezelfde naam, weet je wel. Het is net als Gracie Amsterdam en ik ben Gracie Enschede. Zo was het eigenlijk. Ja, ja, precies. Het is wel inderdaad, als je het zo aanhaalt, is het raar iets. Kijk, ik weet dat in Amerika, zeg maar, dat doen ze niet, maar daar zijn genoeg mensen om te matchen natuurlijk. Klopt. Ja, nee. Want ik dacht al, want ik kom eraan, ik zie Freek van Eesel, ik zeg, is Touchy Jim? Ik zeg, maar ik ook Touchy Jim. Ik zeg, wat de fuck is hier aan de hand, jongen? Ja. Okay, maar ja, nou ja, toch is een hele sterke jongen ook. Hij is wel een goede jongen. Conditioneel was hij ook best wel sterk. En, maar het grappigste was ook eigenlijk toen ik hem voor het eerst aan de grond kreeg. Mm-hmm. Toen zei ze hoek, want we waren bij hem in de hoek in de buurt. Toen zeiden ze van, ja, dit is jouw spel en dit is jouw, jij kan het de hele dag door. En toen dacht ik van, ja, dat kan ik ook, weet je wel. Als dat zijn sterke punt is, ja, dat is ook een sterke punt van mij. Ja. En daarnaast kon ik ook nog eens staand vechten. Wat ik wel wist, daar waar hij minder was dan ik. Mm-hmm. Dus, maar dat is altijd wat ik probeer en waar ik naartoe kijk. Voordat ik tegen iemand vecht, kijk ik naar wat zijn sterke punten. En dat ik dan juist daarop ga inspelen. Want als je hem dan van zijn sterke punt weghaalt, dan heeft hij eigenlijk niks meer te bieden. Mm-hmm. Dus dat is precies wat we met Freek hadden gepland. Van, speel maar in op zijn sterke punt. En als je dat van hem weghaalt, wat er ook is gebeurd, want op de grond had hij niks te betekenen eigenlijk. Het enige wat hij deed is, hij verdedigde goed, maar offensief was er helemaal geen gevaar. Dus dan gaat er ook mentaal bij hem iets veranderen, want hij denkt van staand gaat het niet worden. En op de grond wordt hij nu ook gedomineerd. Ja, en dan heb je al bij wijze van de wedstrijd naar je toe getrokken. Dat was ook een soort van gameplan eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel uiteindelijk wel goed uitgepakt. Want hij dacht ook eigenlijk dat ik een staande vechter was. Ik weet niet waarom hij dat dacht, maar want we hebben al eens een keer getraind en hij kent me wel een beetje. Dus ja, het is. Dan heeft hij een fout gemaakt, of zijn coach heeft een fout gemaakt, want ze kennen mij wel. Ja. Want wat is voor jou eigenlijk het verschil? Want je zegt je hebt al een keer ook met hem eerder getraind. Wat is voor jou het verschil dan tussen het trainen en het vechten tegen dezelfde persoon? Ja, het is heel anders hoor. Eerlijk gezegd, het is heel anders. Want ik had ook met die andere jongen, met die Fawad. We hebben niet vaak getraind, maar we hebben wel een aantal keren getraind wat je op een hand kan tellen, weet je wel. Dus op een gegeven moment voel je het wel aan. En een wedstrijd is natuurlijk heel anders. Want de adrenaline komt erbij kijken en de zenuwen. En op sommige jongens die kunnen dan niet hetzelfde presteren op het podium. Mm-hmm. En dat is dus bij die jongens ook wel het geval. Ja, niet dat ze dan echt heel anders gaan vechten, maar ze zijn niet hetzelfde dan tijdens een training. Dat heb ik wel gemerkt. Okay. Ja, die partij van Stefano Catacoli, heb je die zelf nog gezien? Of, Eerlijk gezegd, heel veel mensen zijn onder de indruk, maar ik ben niet onder de indruk, verre van. Want ik weet, ik heb zelf ook tegen Fawad gevochten. En ik heb hem, 1 minuut was het, een paar minuten, heb ik hem TKO verslaan. En dat die Stefano nou
drie rondes van 5 minuten lang over heeft gedaan om hem te proberen te finishen en dat hem niet is gelukt, ja, dat neem ik ook weer mee, weet je wel. Van, en op een gegeven moment dat Fawad aan het einde ook nog eens terugkwam. En ja, luister, die partij was echt dol. Ja. Die gozer, die Fawad, heeft echt hard. Want die gozer heeft dus inderdaad van drie rondes afgeslagen. En die heeft in submissions gezeten waarvan ik dacht van, nou, die gaat knockie. Ja. Maar niet tikken. En inderdaad, die laatste 10 seconden, de laatste ronde, ging hij wel nog even los. Juist, ja. En kijk, en ik vergelijk dat dan bij mij, weet je wel. Als je dat bij mij zou doen, dan zou het heel anders aflopen. En qua conditioneel vond ik hem ook niet heel erg sterk. Dus ik heb wel punten gezien waarbij ik denk van oké, ik kan hem ontstaan ook, weet je wel. Staand vond ik hem ook niet echt echt gevaarlijk, weet je wel. Want dat liet hij ook niet zien eigenlijk. Maar ik had al, omdat ik al tegenover hem gepland stond, had ik al een ander bekeken van hem. Dus ja, ik zie het een gunstige matchup voor mij, eerlijk gezegd. Ja, nee, kijk, hij zei inderdaad... Een featherweight belt natuurlijk. Precies. Dat moet je er wel bij zeggen. Dat is inderdaad waar ik op kom. Hè? Want na zijn win was het ook van mij luidstreek. Nou, 2 keer gewonnen hier. Dus kunnen we niet gewoon een featherweight belt. Ja, precies. Hij heeft 2 keer gewonnen. Ik heb 2 keer als amateur daar gewonnen. Dit is mijn eerste pro-partij daar die ik heb gewonnen. Ja, als je naar records gaat kijken, is het niet echt wat. Maar als je kijkt naar kwaliteit. Ik kon ook bijvoorbeeld tegenover die Jarman staan en dan 20 van zulke partijen winnen, ja, dan heb ik ook een 20-0 record, maar dat doet bijna iedereen, om eerlijk te zeggen, weet je wel. En dat is niet om iets te zeggen, weet je wel, is niet om mensen te kleineren of zo, maar dat is hoe iedereen het doet. Kijk maar naar Mayweather, zelfs Khabib heeft dat zo gedaan. Eerst 10, 15 partijen tegen allemaal vuilnismannen, weet je wel. Ja, allemaal min records. Ja, maar dan moet ze niet zeggen van record. Maar het gaat niet om het record, eerlijk gezegd. Want als ik al die tijd had gevochten in die coronatijd, had ik nu ook misschien een supergoeie record opgebouwd. Maar je moet kijken naar skills en wie nou, over wie het nou gepraat wordt. En dat is die jongen en dat ben ik, eerlijk gezegd. En daarnaast heb je niet echt iemand die in de picture staat daar. Nee, klopt. Ja, voor mij is het gewoon een no-brainer, weet je wel. Doe maar voor de title. Ook. Net als bij Bellator eigenlijk. Bij Bellator doen ze een toernooi voor hem. Want Melvin is ook bekend bij Bellator. Ja. Doe datzelfde concept, weet je wel. Eerste partij voor ons is voor de belt. En hoe verder je gaat, dat wordt ook een title fight. En als je die verliest, dan verlies je die title ook gewoon. Ik vind dat een heel goed idee. Ik ook. Je zegt daar echt iets dope. Maar inderdaad, je denkt daar, aan het einde is die title. Maar je kan ook zeggen, inderdaad, doe gewoon die title shot. En aan het einde is ook nog een toernooi title. Ja, dus bij Bellator is dat ook zo. Als je nu kijkt naar die light heavyweight bracket. Volgens mij, ik weet niet wie kampioen is, in ieder geval de Rus of zo. Fenkoff. Maar hij vecht iemand of tegen wie hij vecht, is ook gewoon voor de title. Terwijl ze in het toernooi zitten. Dus ja, dat concept kunnen ze toch overnemen, vind ik. Ja, dat is zeker. Kijk, Katakoli heeft jou ook, volgens mij is het via social media al over en weer gegaan, inderdaad. Hè? Want jullie zouden dus echt, we zagen wat voorbij komen van, ja, waarom niet voor de titel dan? Weet je wat we doen? Zullen we hem er anders gewoon even bij halen? Dan gaan we gewoon ik ga eens even kijken hoe ver we dit kunnen hypen. Haal hem er maar eens even bij. Kijk hoe hij zal veranderen. Ja, maar ik vind het wel echt een heel goed idee, man. Zo'n Bellator-titelachtig. Want Melvin is daar toch, weet je wel, hij heeft daar die connecties. Hij vecht daar zelf ook, dus hij is daar wel bekend mee, denk ik. En als wij met zo'n idee daar naartoe gaan, ja, waarom niet? Wat hebben ze daar te verliezen? Het is juist een win-win situatie. Want één van ons, of beide van ons, die hebben een heel een groot potentie, weet je wel, om dan te groeien. En als je dan al zo'n kampioen hebt die dan zijn titel blijft verdedigen, in het toernooi zelfs ook, ja, dan zou ik niet denken van waarom niet? Ja, ik bedoel, ik denk dat we inderdaad wel eens mooi zo op kunnen zetten. Zo. Ik denk, we moeten gewoon genoeg reuring, zoals Melvin het zegt, maken. Ja, klopt. Nee, maar dat proberen we ook te doen. We zagen jullie heen en weer gaan. Wij hadden zelf ook in de Rundown podcast hadden wij het erover gehad. Toen zeiden we, oké, het is heel simpel. Net zoals jij zei, het is een no-brainer. Beide zijn jullie nu 2 wins in de WFL.
beide hebben jullie gewoon gelijkwaardige skills. Dit is gewoon een toppartij. Dit is, als ik daar had gezeten, had ik direct gezegd van oké, nee, dit is gewoon de volgende featherweight title. Dus dat jullie daar zelf ook begonnen, dacht ik direct ook, oké, erop springen. Ja, ja. Maar ik zag dus dat hij, Stefano, reageerde op een berichtje dat jij zei, ready for a next fight. Sprak je dan ook direct over WFL of was dat de ander gevecht waar je het over had? Ik heb al een wedstrijd in de training staan, die al vaststaat eigenlijk, bij First MMA, die organisatie van Haru. Ja. Mm-hmm. 31 juli is dat. Dat is, ja. Dat is eind volgende maand tegen Poolse jongen. Ik weet niet, ik kom niet op zijn naam nu, maar... Dus ik ben daar al gematcht eigenlijk. En die VFL-event is volgens mij 2 of 3 weken daarna. Okay. Dus dat is, daar moet ook even naar kijken. Daarom wil ik dat het voor title fight is. Dan gaat dat, weet je wel, dan kan ik een of andere nog regelen. Ja, ja. Oké, nee, dus dan weten we in ieder geval dat het geval is. Hey, welcome Stefano. How's it going? How's it going? How you doing? Fine. Thank you for your time, man. We're here with Senno. You guys were going back and forth, so we thought, like, hey, it would be fun to see you guys together over here. We just spoke with Senno about the potential title fight between you guys. What do you both guys have to say about it? Well, you know, I'm 2-0 in the promotion, 3-0 as a professional. Like, I feel like I deserve a title shot after that last performance. That's what I think. Senna won his last fight as well. So I think, why not match us up for a title? Definitely. Senna, you think the same, right? Yeah, that's the same what I just told you guys. So I think us for the belt, that's a no-brainer, you know? Like, he won his last 2 fights. I had 2 amateur fights that I fought there, and now my first pro fight. And they're high on him, you know, like Melvin, they said, like, they had a good performance. They want to fight for the belt. So why not make it for the belt, you know? True. Senno just told us as well that he thought about it would be like a great concept if they have like a tournament format with just like Bellator does it, you know, where you just get a title fight and you just have to keep the title until the end of the tournament. What do you think about it? Well, to be honest, I don't mind doing a 4-man tournament, but if I can, I'd like a title shot. Like, if they're going to do it like that 4-man format, then I think maybe the first round make me and Senna for the title. Yeah. And that goes on to defend their belts, you know? Exactly. That is the same concept that Bellator does, you know? The reigning champ goes into the Grand Prix as well. And if he loses his fight, he's losing his belt. So yeah, I think that's like the way to go, because like you both guys say, you guys both got 2 wins in WFL. You good? 2 guys got you got some impressive skills, and I think skills wise you guys are matched up pretty good. And there's nobody else in that division that probably takes the cake, man. So I think this will be the logical no brainer, like you guys said. Yeah. Well, yeah, why not add Melvin, and you know, so we can make it official. I asked him. He's busy. I certainly did ask him for that, because that would be really cool. But he's busy. We're gonna definitely find out from Melvin, because I'm gonna call him right after this. But will you do you guys want to? How can I say it? Will you guys fight each other as well if it's not for the belt, or is this only a belt match that you guys see? Well, to be honest, I would like it for the belt, really. That's, you know, I kind of want a title shot. Mm-hmm. But like, I was meant to be fighting Senna anyway, but mm-hmm. you know, I just think it's, why not for the belt, man? Like, we're both coming off wins on a promotion, you know, like, regardless, you're going to see a good fight there. Definitely. You think the same, Senno? Yeah, of course. You know, but like I told you just before Stefano joined,
I already have my next fight already booked at the end of July. So, and the WFL event is, I think, 2 or 3 weeks after that. Mm-hmm. So if they make it for the title, maybe I can just, how do I say it, skip that fight, or just maybe fight, go to the fight, and then, but after 2 or 3 weeks, do it for the title. But if it's for the title, then I will just leave the other fight and then just focus on a title fight. Mm. Because, yeah, that will be for the title. The other is just a normal fight. Well, we guys would like to see it more than anything. And I would like to thank both of you guys, you know, to come in here together, you know, just to talk with each other as well on the same time. I want to thank you, Senel, because we're going to interview Stefano further. I want to thank you for your time. And, you know, we'll just keep in touch. And as soon as we hear something from Melvin, or if you guys hear something from Melvin, let us know, or we'll let you guys know. Yeah, of course. So what we can do is just let people know, you know, or tell Melvin or the organization, like, it's two of us, you know, you have no one, there is no one else. You had the first fight, that was a featherweight fight, but to be honest, it was just an amateur fight, you know? Amateurs fighting at pro, the first fight, to be honest. So, yeah. There's nobody on the roster that deserves There's nobody on the roster, you know, because you have two guys with potential, two young guys that want to build, that want to grow. So why not invest in us, you know? And make it for the belt, like... It's a win-win situation, so let's hope that they'll make it happen. Yeah, we're gonna push for it. This will be online. We're gonna push this podcast really hard, and we're gonna spam them out. Yeah. Senel, thanks for your time, man. We're gonna speak to you soon. Anyway. It's good, man. Yo, thanks, boys. It's cool. Later. Yo, later. Yes, we're here now with Stefano. You already saw him in the sequence before this. Besides all of that, how are you doing, man? Yeah, man, I'm doing good. I've just, you know, got back to England. I've just been after quarantine for 10 days, and I want to jump back into training, you know. I want to get the ball rolling again, man. I want to be active, you know, get at least maybe like a couple more in by the end of the year. Because is it hard to get in and out of the UK now with the whole pandemic stuff? Yeah, it's been a bit annoying. It has, like, I have to have a written exemption from Melvin, like, and they still kept me at the airport for like 2 hours to question me about stuff. I got through at the end, but yeah, it was a bit long. Whoa. Okay. Yeah. Just a minute ago, you spoke with Senel. What are your first impressions about him? Yeah, well, you know, he seems like an all right guy. Like, don't have anything against him. I just want to fight him. Like, I believe I've got the tools to beat him. You know, and if this fight gets, you know, announced, then I'll prove that, you know? Yeah. Well, before we go ahead and talk a bit, because I got a lot of questions about that possible matchup, you are a first-time guest here on the podcast, so we would like to get to know you a little bit and let the people get to know you a little bit as well. So could you tell us, like, who you are, what you do? Well, obviously, my name is Stefano Catacoli. Like, this is, I train full time. Like, this is what I do. This is the only thing I do, you know? Like, I've been doing this for many years, man. Like, I started off with Thai boxing, actually, when I was like 9 years old. Then afterwards, I progressed into more K1 and stuff afterwards. But then when I was 11 and a half, I started grappling. That's when I started doing my jiu-jitsu and stuff. And now I'm 22, so I've had a good amount of experience with it, you know? How did you get into the gym for the first time? You said you started when you was 9. Thought about that? Well, I had my first fight when I was 9. I started when I was like 8. I did. I've always wanted to be a fighter, man. My dad used to watch the UFC on the TV, and I used to be there watching it all the time.
Like, I've always been a bit of a scrappy kid, you know? Awesome. But how was that? Your first fight at 9, how was that? With chin pads or protection? It was with protection, obviously. It was like, I was only a kid, man. But yeah, man, I was stuck with it. Ah, nice. Nice, man. Anthropology says you lost your first fight. If that's true, what motivated you to take another fight? Well, since you've been fighting since 9. My second fight. Like, Tapology didn't record my first fight, you know, but like, I just lost that. The guy was older than me and I guess more experienced. He just held me down. I was like 17 or 16 or something like that. I was pretty young at the time, but you know, I believe that wouldn't happen now, man. You know, it's a completely different story now. How were the emotions after that fight? Was it like, oh man, I got to get my ass back in the gym and it's not going to happen again? Or? I just tried to reset everything, go back to the drawing board and see what I can do better, to be honest. Like, you know, that's all you can do. Yeah. Well, you started your pro career in the middle of a pandemic. What a timing. Yeah. Mate, I'm glad I at least got that fight, man, because I thought there was no shows at one point, man. Uh-huh. And I was fuming, mate, because I wanted to get as many wins as I could in that 1 year. Of course. Well, how is it, the situation over there? Are the fights allowed? Well, now it's getting better, isn't it? Like, you can go into and eat in places now. Mm-hmm. Like, you don't have to sit outside anymore. So, yeah, everything's opening up. I'm pretty sure there's some shows coming up soon as well. So, yeah, man, it's good. It's getting better. Well, we heard of your start of your pro career. This is WFL. Was against Tycho Brakel. And you also slipped in the post-fight interview that you thought they brought you in to lose. Why did you think that, man? I just thought that, man. I had a feeling. Like, no one knew who I was. I heard a lot of people booing and stuff, mate. Like, you know, I feel like he sold a lot of tickets as well, from what I know. Like, you know, I'm not a really big ticket seller, especially in the Netherlands, mate. Like, I only know a handful of people over there. Yeah. Cool. So when you win from a guy like Tygo, then you come in, you have a feeling that they want you to lose. When you win, how does that feel? It's normal, mate. It's normal. I knew that was going to happen anyway, mate. Like, you know, the whole reason I accepted the fight anyway was because I knew the guy didn't have the ground game for me, you know? Mm-hmm. Like, he had some okay striking. Like, I didn't even want to test that, to be honest, because of how lanky he was. He was just very tall. He was like 6'5" or something crazy. So I just thought, you know, why play a risky game on the feet with him? I can just take him down and smash him, you know? Yeah. So for this fight, you were supposed to fight Senol Yazici. You guys already said it. You also mentioned it in the pre-fight interview that World Fighting League messed up the opponent. We just heard from Senol why that was switched around. Did you found out why it was switched around? Not really. I didn't really have a reason. I didn't, you know. I think I thought they just mixed up with the matchmaker, but I don't know. No, what he told us that they were trying to make an 8-man tournament, and you guys were supposed to fight, but then they switched things around and they wanted to switch opponents. And then they wanted him to fight Fawad, your former guy, but he already fought against Fawad. And he already won from Fawad. So he was like, no, I'm not going to fight again Fawad. And it ended up the way it ended up. Yeah. But how many times was it for you when you found out that you were fighting Senol and the next guy? To be honest, I didn't really care. I was just a bit concerned that maybe my opponent pulled out and I didn't have an opponent, you know? Mm-hmm. That's the only thing I thought, but like, you know, once I found out I still had an opponent, I didn't care. Like, I just wanted to fight at the end of the day, man, you know. But doesn't, like, that mess your game plan up? I honestly don't care, man. I'm quite confident in my own ability, man, to be honest.
You know, like at this, especially at this level, man. You know what I mean? It's only the beginning of my pro career, really, man. So, and I believe that my my skill level is beyond like how many fights I've had. Mm-hmm. If you know, if that makes sense. Yeah. Mm-hmm. I mean, the fight was. It was a tough fight, but you got him in a few submissions. I asked you this after the fight as well. You had like a two or three submission attempts in the first round, and I thought that shit was locked up, that rear naked choke. Yeah, you're man, surprised you got out of that. Man, he was tough, man. He was a tough guy, you know. Like, you know, my respect to him as well. He took it like a champ, mate. To be honest, Yeah, he had a tough time in there, mate. Like, yeah. Mate, I even had a hematoma on my own elbow from how many times I elbowed him in the face. Like, you could have seen it on his face as well. Yeah, but he did have some heart, man. He did not give up until the last bell, man. That was something pretty good, spectacular to see, because he had a tough fight. Yeah, man. I'd take my hat off. I'd take my hat off to him, to be honest. He's a tough guy. So afterwards, after the fight, you asked for the title fight, featherweight belt. There is no champ at featherweight yet for World Fighting League. Is this the time to make it? Well, do you think they'll grant you that fight? Well, I don't see why they wouldn't. You know, like it's true what Senna was saying earlier. Like, who else are they going to put? Like the two other guys that fought on the show as well, I don't see myself fighting them, or, you know, no disrespect to them, but, you know, I don't know, man. We'll just see, innit? We'll see. But I just think, why not make it us two? We both won our fights. I think he's got I'm pretty sure he had a decent amateur record as well, and a decent, like, you know, I know he lost a fight as a pro, but I'm pretty sure the guy lost to his experience, you know, so. He's legit as well, isn't it? So I don't see why we wouldn't. Yeah, Senil also told us before this match that he fought against Fawad as well. Because of that, he thinks that because he finished him in the first round with a TKO. I don't know if you heard or saw that match as well. I never saw it, but I heard that they fought each other. Yeah, and he thinks that because of his result and your result against Fawad, this will be an easier match for him. What is your response to that? MMA maps don't work, man. MMA maps don't work, mate. Like, I'm pretty sure he fought Fawad, before he was a pro. That was an amateur fight. Yeah. So at the same time, you know, amateur's amateur. You know, it's I'm sure he's ready. He was ready to turn pro, so he turned pro. And he won his last fight before he fought me, obviously. Like, so, you know, I think times change, man. I still think Senna would probably beat him, in my opinion. That's what I think. But, you know, I may not have got him out of there, but I brutalized him. I terrorized him the whole time. I don't think anyone in that show that night did the damage I did, you know. So, and you know what I mean? I don't know. I just feel like Senil's style is grappling. You know, he's a grappler. He seems like a grappler. Like, I don't see myself losing a grappling match, man. Like, you know, that's just the way I see it. Like, but yeah, my response to that is MMA maps don't work, man. That's true, man. Which is time and time again, MMA maps proves not to be very. And I'll prove that, man. I'll prove that, mate. Like, you know. We'll be speaking about this in a few months' time when the results are up there, you know? Mm-hmm. Yeah. Well, we were the former matchmakers for World Fighting League. We work closely with the new matchmaker. And I can tell you, we already sent the messages to Melvin, to World Fighting League, and the new matchmaker, Arun. We had a little podcast rundown a few days ago, and we also mentioned that this is the fight to make for the strap. So we're going to do whatever we can to try to hype this fight, and hopefully we can get this arranged, man. Yeah, for sure, man. Like, let's get it booked, man. You know, it's going to be good, mate. It'll be a good win, mate, for me, I believe. Like, you know, 4-0 after this, then I can start calling for
you know, bigger shows, man, as well, even like the major organizations. Exactly. We're gonna keep in touch anyway, because if we hear something, we're gonna let you know. If you hear something, let us know. Thank you for the time, man. Yeah, thank you, man. Thank you. Thank you for having me on. No problem. Man, have a nice day. All right, you too, man. You too. Cool. Bye-bye. Later. Thank you, Stefano Catacoli. En ook dankjewel, Senol Yassitsi, voor het komen op de podcast. Ja, hey, het was best wel gruwelijk om twee gasten te hebben die een beetje tegen elkaar praten. Ja, man, dat was de first time volgens mij voor ons, inderdaad. En ik had wat meer juicy gemogen, maar ik denk dat ze alle twee alleen maar meer zin in hebben. Nou. Dus ik hoop dat we dit kunnen laten zien en dat jullie, het publiek, zich maar allemaal even gaan schreeuwen erom en dat we dit gewoon waar kunnen maken. Ja, klopt. Ik bedoel, we hebben het er al vaker over gehad dat de Nederlandse publiek gewoon meer interactive moet worden met op MMA-gebied dan, om het zo te zeggen, voor de Nederlandse jongens. Want we zijn het allemaal wel voor UFC, maar we zijn het niet voor Bellator en de lokale jongens. Dus voor dit gevecht, dit is iets van people, let's make noise. This is the fight to make. Heb je beide gevechten gemist? We gaan hieronder in het bericht, en als je niet op het bericht kijkt, of als je het luistert op de podcast, of als je het ziet op YouTube, kijk in de artikel op DutchFightNetwork.nl, want we gaan de gevechten precies hieronder in het artikel zetten. Je hoeft alleen op play te klikken. Ik zorg ervoor dat het direct begint bij hun gevechten. Dus dat hoef je niet moeilijk te doen. Dan kan je die terugkijken, zodat je ziet wat de fuck dit kan betekenen. Oh yeah. Check it out, man. Vergeet niet te liken en subscriben. YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, alle podcasts, fucking stream mogelijkheden die je maar kan hebben, daar zijn we te vinden. Check it out. It's cool, people. We zien je de volgende keer. High five, box, peace. Later, pater.